Liefste tweeling, 20 juni is de start, de officiële start van de zomer. Je zou het niet denken met het weer wat wij momenteel hebben, maar het is wel officieel de start van de zomer. En ook op astrologisch vlak is het de start van een driemaandelijkse cyclus. Een driemaandelijkse cyclus, een belangrijke cyclus, waarin we zelfs wat lichte voorspellingen kunnen doen voor de volgende 3 maanden. En waarin meer mogelijkheden zullen zijn, waarin bepaalde zaken kunnen afgesloten worden. Na eventueel moeilijkere perioden. En dat zijn zaken die nu momenteel naar boven kunnen komen. Dat ik eventjes wens te analyseren met jullie samen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Welgekomen, mijn naam is Gail. En ben jij een trouwe kijker? Dubbel welgekomen. Je kan ook altijd online een reading bij mij aanvragen. Je kunt mij gewoon een mailtje sturen naar gailstarot@gmail.com. En is mijn e-mailadres niet duidelijk? Kijk eventjes onderaan de video in de beschrijving van de video. Klik daar eventjes op en dan vind je ook mijn e-mailadres. Goed, en we gaan er direct in springen. Nu, om zo'n transit, heel mooie transit, de solstice heet hij dan in het Engels, te gaan begrijpen, dien ik te kijken naar de eigenschappen van het sterrenbeeld waarin we nu zitten. En we staan nu momenteel, vanaf elk jaar, vanaf dat de zon in het teken van kreeft komt, begint de zomer. Zitten we in de summer solstice. Mooi woord, hè? Nu dan dien ik te kijken naar die eigenschappen van kreeft. Want die eigenschappen van kreeft zullen nu doorcijpelen naar ons allemaal. En een van de belangrijkste aspecten van kreeft is dat het een waterteken is. En het wordt geregeerd door de maan. Het is een zeer emotioneel teken. Kreeftjes zijn zeer gevoelig. Die voelen mensen ook altijd goed aan. En ze hebben een enorme grote zorgende factor in zich. Ze zorgen graag voor andere mensen. Vaak zie je dat kreeften een positie kunnen bekleden op werkvlak, in een ziekenhuis bijvoorbeeld, hè, of een bejaardenhuis bijvoorbeeld. Ze kunnen ook chirurgen zijn, maar ze zorgen graag voor anderen of artsen, voor andere mensen. Heel mooi om te zien hoe dat ze een veilige en geborgen, ik zal maar zeggen, ruimte kunnen creëren voor andere mensen. Zodanig dat andere mensen emotioneel zich veilig voelen om te kunnen praten tegen hun. Nu, het is nu net die zorgende factor waarover dat de volgende 3 maanden het zullen hebben. Want eigenlijk vragen de standen, ik zal maar zeggen de astrologische planeten, vragen eigenlijk aan ons om die verzorgende factor naar binnen te brengen. Om eens naar binnen te kijken en zorgen voor onszelf. Dat is de eerste. Ik zie momenteel dat er een heel, ik mag het niet downsizen, er is een moeilijk aspect ook momenteel. De zon momenteel staat in een square met Neptunus. En een square is een vierkant, en een vierkant, dat is logisch, die energie vloeit daar gewoon niet door. Dus dat maakt eigenlijk dat wij wel kunnen, een momentopname hebben, dat we minder zeker zijn in ons leven nu momenteel. Dat we zin hebben om alles en iedereen zo wat meer achter ons te laten. Je kan het gevoel hebben van, ik heb het eigenlijk een beetje gehad. Dat is zo wel een beetje energie die er momenteel nu hangende is. Opletten, want Neptunus, die planeet, die houdt van dromerigheid. En Neptunus, die houdt van onrealistische zaken. Je kan je daardoor misschien laten verleiden. Hè. Ook de spirituele wereld, die wordt gekoppeld aan Neptunus. En dan als je die energie nu momenteel hebt, die niet duidelijk is, dan kan je eventueel laten verleiden door mensen. De zoveelste aanbieding op het internet bijvoorbeeld, die zegt die jou zal doen groeien op spiritueel vlak of jou zal verbeteren op spiritueel vlak. Dus let daar een beetje mee op. Hè. De volgende zoveelste sjamaan die denkt dat hij het licht heeft uitgezien bijvoorbeeld. Ja, maar je kan in zo'n vallen trappen. Dus let daar een beetje mee op de volgende periode die eraan komt. Hè. Ook zaken, escapisme is ook gekoppeld met deze energie. Hè. Dus willen ontsnappen van de hedige maatschappij. En dat kan zijn door verslavende substanties zelfs eventueel. Hè. Te veel eten, te veel drinken. Dat kan allemaal naar boven komen. Let gewoon een beetje op. Het is het enige dat ik wens mee te geven. Maar weet dat die energie er gewoon hangende is. En dat je daardoor misschien de volgende 3 maanden niet helemaal goed weet welke richting jij dient in te gaan. Met jouw leven in het algemeen gewoon. Hè. Dus het is normaal. Weet dat dit ook zal passeren. Dit gaat sowieso over.
Ik denk dat de periode zal zijn om de volgende 3 maanden eens af te vragen of jij je nog helemaal goed ook voelt en veilig voelt in wat dat jij ziet als jouw thuisbasis. En dan bedoel ik letterlijk jouw huis kan dit zijn, maar ook jouw werk, dat is ook jouw thuisbasis. Jouw familie, jouw vrienden zijn ook jouw thuisbasis. En jouw partner eventueel, als je die hebt, een romantische partner, is ook jouw thuisbasis, jouw kinderen. Dus kijk eens of dat jij daar nog helemaal goed past in al deze patronen. Of dat er daar misschien iets zit te knagen en dat jou onrustig eventueel doet voelen. Of misschien waardoor dat de zaken niet helemaal duidelijk zijn. Hè? En probeer het te bekijken vanuit het standpunt van jouw emoties. Hoe jij je daarbij voelt op al deze vlakken. Op jouw werk, jouw vrienden, jouw familie, jouw romantische relatie enzovoort. Hè? Dus dat zijn zaken die nu naar boven kunnen komen. Weet ook eigenlijk aan, we hebben net de langste dag gehad van het jaar. Vanaf nu gaan de dagen terug wat verkorten. Het is gewoon energie die ook op energetisch vlak zullen dit ook voelen. De zon die heeft de voorbije maanden eigenlijk naar het noorden gedraaid. Nu zal die terug naar het zuiden gaan draaien. En als die naar het zuiden draait, dan neemt de energie sowieso af. Dus daar wordt ook opnieuw terug gevraagd aan ons om het wat rustiger aan te doen. Om de tijd te nemen om eens naar binnen te keren bij onszelf. En bepaalde vragen eens te gaan afstellen. Zonder te zware druk erop te leggen uiteraard. Hè. Ik denk dat waar Neptunus ons zicht eventueel eens een beetje kan vertroepelen de komende periode, dan zorgt Saturnus, want die staat er net naast op astrologisch vlak nu momenteel, dan zal Saturnus ervoor zorgen dat wij nog wat meer structuur hebben in ons leven en wat meer structuur kunnen aanbrengen, ook waar het nodig is in ons leven. Dus dat is echt wel een mooie boodschap dat er terug bij komt om een balans te creëren, hè. Kijk eens voornamelijk ook de volgende maand. Ik denk dat we de kans krijgen om eens te zien over wat jij nu momenteel in jouw leven controle hebt en waar jij geen controle over hebt. En de zaken waar je geen controle over hebt, zou ik je nu aanraden om die gewoon los te laten. Want als je daarop te veel focust, dan kan je je overweldigd voelen. En als je je overweldigd voelt, dan kan je het gevoel direct krijgen dat je wat vastzit in jouw leven. Dus let daar gewoon een beetje voor op. Dus om dat eigenlijk te gaan tegengaan, die nog gewoon proactief te gaan reageren. En die nog gewoon te maken dat we eigenlijk niet vastzitten. Hoe doen we dat? Door bepaalde zaken waar we geen controle over hebben. Om daar bewust van te worden en die gewoon te parkeren, weg te duwen. Ik laat ze los. Ik heb er toch geen controle over. Waarom zou ik me dan druk in maken? Kijk eens waar je wel controle over hebt. Hè? Dus dat is een bepaalde mindset die hier kan gecorrigeerd worden met deze mooie, mooie, mooie solstice. Hè? Ik zou ook de kans nemen eventueel om eens te kijken op welke vlakken jij eventueel wat steun of ondersteuning kunt gebruiken. Licht voorbeeld, hè, in je huishouden. Heb je het gevoel dat jij het allemaal zelf doet? Wel, vraag eens wat meer hulp aan je partner of aan je kinderen bijvoorbeeld. En uit het ook. Ik heb steun nodig, ik heb ondersteuning, ik heb wat meer hulp ook nodig. Dat is een klein voorbeeldje. Het kan op gelijk welk vlak zijn. Terug die energie naar jezelf trekken. Jij bent nu momenteel belangrijk. Oké? Ik zie ook heel mooi Jupiter. Jupiter staat nu momenteel een heel gunstig aspect in het 12e huis. Dat betekent eigenlijk dat wij kunnen genieten van wat ik noem een spiritueel vangnet. De spirituele energieën nu momenteel, die onzichtbare energie, die onzichtbare wereld, het universum, alles, collectieve energie. En dat kan ook zelfs naar overleden personen zijn, dat kan engelen zijn als jij daarmee werkt, gelijk. Al die energieën nu, die spiritueel onzichtbare wereld, die werken nu heel mooi voor ons allemaal als een vangnet. Hè? Dus weet dat jij ondersteund bent op dat vlak. Hè? Jupiter, dat is een heel mooi, dat is de grootste planeet van ons zonnestelsel. Als die daarin staat, dan toont die aan dat de periode van expansie is en ondersteuning ook. Hè? Ik denk dat wij de volgende maanden ergens een mogelijkheid kunnen krijgen om nieuwe ideeën op spiritueel vlak op te doen. Indien jij dit wenst met betrekking tot jouzelf. En dat kan leiden tot een bepaalde soort transformatie. Voor de een zal dat al wat groter zijn dan voor de ander. Maar automatisch leidt een transformatie van jouzelf, leidt het tot een transformatie van jouw wereld. Als jij verandert, dan verandert jouw wereld rondom jou ook. Dus vandaar de intentie dient gezet te worden op jouzelf. En nu voor jullie, liefste tweeling, ja, jullie tweede huis wordt ook wel heel mooi geactiveerd voor volgende week althans. Dus jullie tweede huis is het huis van financiën.
Dus ik denk dat volgende week alles zal gaan over jouw financiële zaken, dat die positief belicht zullen worden. Jouw werkgerelateerde zaken zullen ook heel mooi positief belicht worden. Een zeer goede week om op sociaal te zijn, met andere mensen te connecteren, met andere mensen waar dat jij zo'n beetje hetzelfde gevoel bij hebt. Dat je voelt, ik zit wat op dezelfde golflengte als deze mensen. Daar zou ik heel mooi connecties mee maken. Ik zou ga maar eens lekker gaan praten of noem maar op wat jullie leuk vinden. Dus die connecties maken met soortgelijke mensen. Ook op spiritueel vlak hè, kan je daardoor tot heel veel mooie nieuwe inzichten komen. Ik denk ook op je werkvlak dat je nieuwe partnerships kan aanknopen nu momenteel. Maar dan zeker op lange termijn. Want Saturnus energie houdt eraan om nieuwe contacten te hebben voor lange termijn. Dus gelijk welke partnership jij nu aangaat. Dat kan zowel op romantisch vlak zijn, op werkvlak, op financieel vlak. Aan een partnership, een connectie. Je hebt een nieuwe klant binnengehaald bijvoorbeeld. En dat kan een nieuwe klant zijn voor lange termijn. Hè? Ik denk ook dat het de volgende week zal jullie echt een boost krijgen. Het is een week waarin je meer zelfvertrouwen kunt krijgen ook. Dus dat is een beetje meer aanzien voor degene die dit werk wensen. Je kan ook meer ondersteuning gaan krijgen om bepaalde zaken gedaan te krijgen. En ik denk zelfs dat je een beetje meer gepassioneerd zult zijn volgende week. Je zult je waarschijnlijk ook wat meer vuriger voelen. Dat is door de energie van Venus nu momenteel. En Mars, die twee maken de connectie. Op astrologisch vlak is Venus en Mars zijn de two lovers van hierboven, van onze planeten. En dat worden echt wel, het oude mythische verhaal is dat het twee geliefden zijn. Als ze een connectie maken, dat gebeurt niet altijd. En als ze een connectie maken, dan gaan wij dit hier voelen. Dan voelen wij dit in ons leven. Dus je kan je wat meer gepassioneerd ook voelen. Voor degenen die single zijn, zou ik zeggen, ga op date. Het is het moment. En met je partner kan je gewoon eens een avontuur begaan. Je kan eens wat meer tijd samen spenderen, bijvoorbeeld ook. Hè. Ik denk dat het einde van de week ook toe Uranus wordt ook geactiveerd. Dan kan je daardoor misschien heel mooi, leuk, positief nieuws verwachten. Hè. Uranus vraagt eigenlijk ook om aan jullie om wat meer uit je comfortzone te komen, om eens wat onbezonnen te zijn, om eens misschien in het weekend eens een korte trip te doen die je nog nooit gepland had, of ergens eens naar een stad of een dorp te gaan dat jij nog nooit gedaan hebt bijvoorbeeld, of gewoon iets doen dat je nog nooit gedaan had. Daarvoor word je ook uitgenodigd. En dan denk ik ook Saturnus, die maakt een retrograde, nu voor de volgende 3 maanden ook daar worden we gevraagd om die introspectie aan te gaan. Dus een periode rustiger aan te nemen. Kijken wat jij belangrijk vindt. De zaken die jij niet meer belangrijk vindt in jouw leven, die niet meer passen in jouw leven, dienen we ergens wel los te laten. Je daaraan vasthouden als een anker zal niet werken. Dat houdt je zelfs tegen. Hè? Dus, en blijf je daaraan vasthouden, zal je noodgewoon dwongen. Het universum zal je op een gegeven of een ander moment toch duwen daaruit. Dus het is beter dat je daar bewust van wordt. Hè? Dat je bepaalde zaken kunt loslaten. En dat is die introspectie. Dat is voor die volgende 3 maanden in het algemeen. Dat is zo'n beetje alles wat ik heb op astrologisch vlak voor jullie. En ik spring daardoor heel graag over naar de tarotlezing zelf. Misschien iets kort voor de mensen die nieuw zijn. Ik geef altijd mee dat ik tweetalig ben. Zowel Vlaams als Engelstalig. Waarom? Omdat ik luidop connecteer tijdens een tarotlezing met mijn kaarten in het Engels. Dus je zal mij wat Engels horen spreken. En dan denk ik, als je mij de eerste keer hoort, dat lijkt misschien wat raar. Ook bijna al mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten. Ik vertaal ze direct en verklaar ze direct. Ik begin mijn lezingen altijd met enkele orakelkaarten. Die liggen hier allemaal klaar. Die vormen voor mij de basis. Er springen tal van mooie boodschappen uit naar boven. En daarna spring ik over naar de tarotkaarten zelf. Heb ik alles gezegd? Denk het, ja. Misschien nog dat ik al mijn kaarten ook op voorhand shuffle. Het is gewoon een leuk beetje. Oké, slokje water voor we beginnen. Veel praten, moet ik toch wel wat water drinken, hè? Oké, we beginnen eraan. Here we go. Show me what I need to know, please. For Gemini, for the collective, please. Show me what I need to know, please, for Gemini, for the collective. Thank you. Anything else, please, for Gemini? Nope. In kaart. Mooie kaart. Embarking on an adventure. I save you the wonders of the world. Ja, het is gewoon
een uitnodiging, hè, ik kan dat nooit niet aan elkaar zeggen, om op avontuur te gaan. Je wordt uitgenodigd, hè, embarking on an adventure. En dat hoeft niet een wereldreis te zijn. Hè. Zoals ik zei, wees een spontaan. Hè. Pak de zak, gewoon alles in de koffer duwen en we zijn een dagje, of we zijn 2 dagjes weg, als je kan. Dat is gewoon van de wereld gaan proeven. Dat wordt eigenlijk nu ook gevraagd. En eigenlijk ook op romantisch vlak, hè, liefste tweeling. Ben jij single en wens je iemand tegen te komen, dan word jij wel gevraagd om naar buiten te gaan of op avontuur te gaan. Misschien ergens eens te gaan waar je nog nooit geweest bent. Dan kan je ook andere mensen tegenkomen. Daarover spreekt deze kaart. Alright, het volgende deck. Show me what I need to know. Thank you. Oeh, mooie kaart. Anything else, please? For Gemini, please. For the collective. Thank you. Ja, ik heb forgiveness. Nu, dit is een kaart van vergeven. Ja, kijk, het is een kaart die vraagt om jezelf en mensen rond je te vergeven voor wat het verleden is geweest. Ik zeg altijd, het verleden blijft best in het verleden. Kunnen we best loslaten. Als je bepaalde zaken in je leven niet vergeeft, jezelf niet vergeeft, anderen niet vergeeft, dan blijf je eigenlijk met een wrok zitten. En dan blijf je ook bepaalde zaken tegenhouden om te kunnen genezen. Hè? Dus dat is een specifieke boodschap. Dat zal niet voor iedereen zijn, maar dat is een specifieke boodschap voor enkele onder jullie die misschien nog iemand of jouzelf dienen te vergeven voor zaken van het verleden. En zelfs zaken van het heden. Hè? Niks moet, hè? Alles kan. Wees niet te streng ook altijd op jouzelf. Ik heb altijd soms het gevoel dat wij als mens soms een beetje te streng zijn voor onszelf. Het hoeft helemaal niet. Ik heb embracing ook. Deze kaart wordt altijd gekoppeld aan mij, aan de rust. Dus omarm de rust ook. De rust brengt soms heel veel meer antwoorden dan wij eigenlijk onszelf, als wij bezig actief zijn. Want dan hebben we eigenlijk geen tijd om intuïtief te gaan nadenken. Dat is een heel mooie kaart. Je ziet hier ook een reiger. Die reiger brengt nieuwe ideeën. Hè? Die nieuwe ideeën, omarm ze ook. Hè? In rust. In rust kan je nieuwe ideeën krijgen. En je wordt uitgenodigd om die te omarmen. Hè? Die niet weg te duwen. Kijk eens voor jezelf als je nieuwe zaken in je hoofd krijgt. Of je voelt iets zelfs momenteel van onverwacht zelf. Je weet niet van waar het komt. Bekijk eens waarom bepaalde zaken in jou opborrelen. Hè? Dus een kleine analyse doen, hè, van embracing. Duw zaken niet weg die op jouw pad komen. Speciale boodschappen. Oké. Here we go. Show me what I need to know, please. The Gemini for the collective. Any general messages, please. Show me what I need to know, please, for Gemini. Any general messages, please. De Magic Stream. Fantastisch. Oké, mooi. Terug een reiger. Zeer speciaal. Kijk eens aan. Ik toon graag van die symbolische correlerende kaarten. Hè? 2 reigers. Embracing. En dan heb je de Magic Stream. De Magic Stream is echt de kaart die zegt, ja, eigenlijk heb jij de sleutel hoor. Magie zit overal. En je mag een wens doen en dan kan je eigenlijk verkrijgen wat jij wenst. Of wat jij wil eigenlijk wel. Het is nummer 9. Nummer 9 staat voor mij altijd voor een wens, een hoop en een droom die jij kan aantrekken in jouw leven te brengen. Een nieuw idee zelfs, een nieuw spruitje die ontpopt ergens in je. Die Magic Stream is echt de magische krachten, de manifesterende krachten die ook aan het werk zijn. Dus smijt een muntje in de fontein en jouw wens kan uitkomen. Het klinkt simpel. Maar de bedoeling is om te geloven in die magie die overal rond ons zit. En die spirituele wereld, ook die onzichtbare wereld, ook eventueel te laten werken voor jou. Je bent een luchtteken. Dat is niet altijd gemakkelijk voor luchttekens. Hè? Om die rationele zijde af te sluiten. En toch word je hier gevraagd om te geloven in bepaalde magische onderstromingen, hè, waardoor dat jij eigenlijk kunt begeleid worden om te verkrijgen in jouw leven wat jij wenst. Mooie kaart. Oké. Show me what else, please. I need to know. For Gemini, for the collective. Any general messages, please, for Gemini. Thank you. Ja, heel mooi kaart. Joyful Muse, Inspiration, de 3 en de 3.
Dat is een creatieve zijde van jezelf. Die kaart vraagt eigenlijk om die creatieve zijde van jezelf helemaal los te laten. Jouw ideeën, laat ze maar allemaal gaan zo ver of dat ze kunnen. We hebben nog altijd Jupiter in tweeling. Vergeet het niet. Dit voelen jullie. Die expansieve grote groeideeën. Laat die maar de wijde wereld in. Laat het maar borrelen. Dat is inspiratie vanuit jouw buik. Vanuit jouw passie. Wat jou longt als het ware ook. Joyful muse. Gebruik jouw inspiratie. Laat het los. Schilder. Maak muziek. Mag van alles zijn. Gewoon iets waar dat jij je kan in loslaten gaan. Waarin dat jij je zelfs een beetje kan in verliezen. Waarin dat jij je kan uiten. Is dat schrijven, schilderen, muziek zoals deze kat hier doet. Is dat zoals mij? Kaart met kaarten werken. Maakt niet uit. Waar dat jij je dingen los kan laten gaan. Gebruik dit. Het is een moment daarvoor voor jullie. En ben je iets aan het leren op dat vlak? Op een creatief vlak? Dan vraagt deze kaart ook om te volharden, om niet op te geven. Omdat daar uiteindelijk iets kan uit voortkomen. Oké? Dat is nog een extra boodschap. Alright. Last card, please. For Gemini, show me what I need to know, please. Thank you. Ik heb de eikkaart. Ik help je om standvastig te zijn. Ja, standvastig als een eik. Laat je niet van de wijs brengen door twijfel, mislukkingen of andermans meningen. Observeer in kalmte. Maak een plan dat bij jou past en ga hier ongestoord en vastberaden mee aan de slag. Ja, speciale kaart, hè? Laat je niet van de wijs brengen door twijfel, mislukking of andermans meningen. Observeer in kalmte. Maak een plan dat bij jou past en ga hier ongestoord en vastberaden mee aan de slag. Laat je niet afleiden. Zo'n beetje die Neptunus-energie. Hè? Zeker de meningen van anderen die kunnen zo een bepaalde impact hebben in ons leven. Hè? Hou je bij jou. Ik zei het, die energie dient gericht te zijn op jou nu momenteel. Jij bent belangrijk. Jouw plan voorop zetten. Aangeven wat jij wenst, waar dat jij ondersteuning in nodig hebt. Alright, ik ga algemene boodschappen voor jou nemen, tweeling. Het zijn kaarten die eruit flippen. Ik zal ze tonen aan jullie en dan verklaar ik enkele nog die nodig zijn met een tweede deck. Here we go. Show me what I need to know, please. For Gemini, for the collective. Any general messages, please, for Gemini? Anything I need to know? Thank you. Anything else I need to know, please, for Gemini? Thank you. Thank you. Ooh. Two more, please, for Gemini, for the collective, for next week, please. Show me. One more. Thank you. Come on. Die is geflipt. Okay, I want one advice card, please, for Gemini. One advice card for the collective for next week. What do you need to know? Show me one. Yep, thank you. Ja, ja. Er ligt hier wel iets, hè. Hoe valde dit? Zo. We beginnen met de Nine of Wands. En de Nine of Wands is een kaart, hè? Ook daar. Hè? Ik had hier al gezegd, nummer 9. Nummer 9 komt hier opnieuw. Hè? Die zegt eigenlijk, je hebt waarschijnlijk al een lang parcours afgelopen, die wel wat zwaar kan geweest zijn. Hè? Een bepaalde richting dat jij wenst zelfs in te slaan. We hebben allemaal al een leven en een rugzakje mee. Maar je hebt niet opgegeven. Of je geeft althans niet op. En door niet op te geven, heb je eigenlijk de mogelijkheid nu om een nieuw avontuur te starten. Om een nieuw hoofdstuk aan te snijden. Hè? Kijk, je ziet dat hier. Die mevrouw is zeer moe eigenlijk wel. Maar ze heeft niet opgegeven in haar leven. En die 8 staven staan echt wel voor het verleden wat ze heeft meegemaakt. En die 9e staf is eigenlijk hetgene wat ze wenst te verkrijgen. En ze is er sowieso al bijna. Als die het gewoon nog op te nemen en er nu gewoon volledig voor gaan. Hè. Embarking on the adventure. Hè. Dat is eigenlijk het avontuur die hier voor haar klaar ligt.
Je mag even uitblazen en dan zet je gewoon die volgende stap terug. Hè? Dus het is een kaart voor mij bovenal nummer 9. Toont altijd aan dat jij op het punt staat om iets te verkrijgen in jouw leven. Ja, en dan zie ik hier wel, ik heb twee keuzekaarten voor jullie. Ik zie hier wel dat jullie een bepaalde keuze dienen te maken. Kijk, hier ligt een pentacle kaart. Pentacles voor mij zijn altijd gerelateerd op het materiële in ons leven. Nu, dat kan een huis zijn, dat kan een auto zijn, dat kan een werk zijn, dat kan een job, een richting zijn, een carrière die je dient te kiezen. Het kan ook gewoon zijn algemeen dat je met te veel materiële zaken in het leven aan het jong leren bent. Je bent gewoon momenteel te veel aan het doen. En ik denk dan bij uitstek, dat is zeer passend voor onze liefste tweelingen. Want jullie kunnen gewoon veel zaken tegelijkertijd aan. Maar eigenlijk nodigt die energie nu uit om je wat terug te trekken. En ik denk dat je een of het andere dient los te laten. En dit is de enige kaart eigenlijk ook in het tarotdeck die toont dat er iets uit balans is. En om terug een balans te creëren, dien jij een van die pentacles los te laten. En daarbij hoef je niet kwaad te zijn of zo, want die forgiveness kaart ligt hieronder. Dus vergeef jezelf maar wel best wel. Je kan gewoon niet altijd alles tegelijkertijd. Het hoeft ook niet. Niemand kan dit. Jij bent daarbij uitstek heel sterk in. Hè? Maar daar ook in, probeer niet te overdrijven ook. Hè? Dus ik denk dat er hier wel een keuze dient gemaakt te worden ergens. Hè? Wat ik heel mooi vind, hè, ik heb hier een 10 voor jullie. En 10 is voor mij echt happy family. Alles wat jij wenst te verkrijgen in jouw leven. Ik heb zelfs het gevoel hier met deze lezing dat er bijna aanwezig is al. Zeker ook op financieel vlak. Hè, wordt hier eigenlijk ook gevraagd om je familie, je dierbaren eens goed te omarmen ook. Hè, om bewuster van tijd te spenderen met jouw familie eventueel. Hè, met die embracing card hier ook nog eens boven. En ze hebben letterlijk, als je het kan zien, ze hebben letterlijk elkaar vast. Hè, maar ook daar snij je een nieuw hoofdstuk aan. Hè. De 10 herleidt altijd naar de 1 en de 1 is een nieuwe stap, een nieuw hoofdstuk in jouw leven die begint. So embrace it, omarm het eigenlijk wat op jouw pad aan het komen is. Ik heb het eigenlijk al meegegeven, omarm het. En liefste tweeling, je trekt je eigen kaart, hè? De lovers. Hè? De lovers is jullie kaart, die staat voor een partnership die eventueel voor de single personen kan er een partner op jouw pad nu wel komen. Waardoor dat jij een bepaalde keuze dient te maken, dat kan heel goed. Hè? Ik heb die magic stream hier ook, hè? Die ligt daar letterlijk onder, dit zien jullie. Hè? Dat toont mij aan zelfs een bepaalde wens die in vervulling kan komen. Hè? Nummer 9 waar jij, dat is een hoop en een droom en een wens die in vervulling kan komen. Eventueel ook wel op romantisch vlak. En vul dat dan maar in voor jou, hoe dat eruit ziet. Want sommigen onder jullie hebben een partner. Dus het kan zijn dat jouw partnership gewoon geëleveerd wordt naar het volgende niveau. Sommigen zijn single. Het kan zijn dat er iemand in jouw leven komt. Het kan zijn dat er een bepaalde dualiteit in jou ook opgelost wordt. Omdat jij meer gelooft in jouzelf. Het is ook een boodschap. Maar voor mij, laat mij maar zeggen, dat er degene die wensen, dat er zeker een partnership kan aankomen. Nu, ik heb wel een page ook of pentacles. Fantastisch. Ik denk zelfs dat jouw inspiratie die jij nu hebt en waar jij inspiratie voor hebt, sommigen onder jullie die op creatief vlak iets aan het doen zijn, dat dit kan leiden tot een nieuw pad voor jullie. En daardoor hebben jullie dit nummer, de 3 en de 3. De 3 en de 3 is de 6. En de 6 staat altijd voor volharden. En als jij volhardt met dit zelfs, met iets waar jij creatief mee bezig bent, misschien een bijberoep, misschien gewoon in jouw vrije tijd als hobby, dat kan leiden tot meer nieuwe wegen voor jou. Nieuwe wegen eventueel op carrièrevlak. Indien jij dit wenst, maar sowieso een nieuw pad gaat daardoor open voor jou. Dat is deze Page of Pentacles. Ja, en dan heb ik de 7 of Pentacles. Ik heb hier allemaal pentacles liggen bijna bij jullie. Dus het gaat sowieso, ik zei het al, hè, jullie tweede huis wordt geactiveerd. Jullie huis van financiën, werkzaken. Wat heb ik hier voor mij liggen? Allemaal pentacles. 7 of Pentacles is de kaart die vraagt aan jou om te blijven volharden, standvastig te blijven staan, niet opgeven. Saturnus, die energie, hè, die planeet, beloont altijd hard werken. Hè. Nu zeker, als hij in retrograde gaat, dan gaat hij jou belonen om eens te kijken wat jij nu momenteel nodig hebt in jouw leven. En als je dat gedaan hebt, als je al je huiswerk gedaan hebt, dan gaat hij na die 3 maanden, tegen de herfst ongeveer, zal hij jou belonen. 100%, geloof dit maar van mij. Dus...
ja, jaren na jaren bewezen. Seven of Pentacles, niet opgeven. Doorgaan, blijven standvastig aan werken waar jij mee aan het werken bent. Ik heb al beide kaarten. Kan ook zijn dat je daardoor iets aan het leren bent. Hè? Die man is hier aan het wachten. Je ziet hem. Hè? Die pentacles die zijn aan het groeien aan deze struik. En hij is aan het wachten tot het als hij die pentacles ervan kan halen. Maar hij heeft geduld. Hij wacht. Hij is eigenlijk aan het leren om zijn focus op één iets te zetten. En om geduldig te zijn in het leven. Focus op één iets. Belangrijk. Advieskaart. Ook daar. Keuze maken. Keuze maken op het vlak van wat jou inspireert. De ene staf is niet voor jou. De andere staf op deze kaart is wel voor jou. Welke staf ga je nemen? Deze kaart nodigt jou uit om meer te gaan organiseren in jouw leven. Om te meer gaan plannen. Om meer structuur in jouw leven te gaan aanbrengen. En vanaf dat jij dit gedaan hebt, dan kan jij je volgende stap zetten. Je ziet hier ook, hij staat voor een muur. Hè? Eigenlijk is de bedoeling is dat je over die muur dan springt of kruipt, maar het maakt niet uit hoe, maar dat je de wijde wereld in gaat. Want nu ben je nog in de planmodus. En zelfs de astrologische energieën nodigen jou uit om een volgende stap te zetten. Om eens naar de buitenwereld te gaan, iets onverwachts te doen. Oké. Okay. Nice. Wat gaan wij verklaren? Ik ga deze Two of Pentacles eerst en vooral verklaren. Two of Pentacles, please. Clarify that Two of Pentacles, please. Thank you. The Wheel. Wow. Oké. Okay. Ja, ik denk vanaf dat jij een bepaalde keuze maakt. En daarom ligt die advieskaart hier ook twee keer. Dus dat zie je. Twee keer een keuzekaart. Duidelijk. Wordt ondersteund door het wiel. Voor mij, als het wiel naar boven komt, dat is het wiel van fortuin. Dat is Jupiterkaart die meer groei en geluk kan brengen in jouw leven. Door de juiste keuze te maken. Door zaken van het verleden los te laten. Jezelf vergeven. Iemand anders vergeven. Dat is een nieuwe cyclus dat er eigenlijk aankomt dat je gewoon niet kan controleren. Dat is een energie die niet controleerbaar is. We hebben allemaal, ik zeg het continu, hè? Astrologie zijn cyclussen. We lezen gewoon de cyclussen, jaar achter jaar achter jaar. Zo kun je bepaalde zaken gaan herkennen. Ons leven is een cyclus, alles is een cyclus. De zomer, de herfst, de lente, allemaal cyclussen. Horloge is een cyclus. Daarmee heeft deze kaart te maken. The Wheel of Fortune. Het is een cyclus die begint terug in jouw leven. Zodra je een keuze gemaakt hebt. Heb je geen keuze? Wil je geen keuze maken? Het zal voor jou gemaakt worden. Dus wees zeer bewust in welke keuze je maakt met betrekking tot jouw werk, jouw inspiratie, wat belangrijk is voor jou. Show me the lovers, please. Clarify the lovers, please. Ja, en nog eens de 10. Tweemaal de 10 of Pentacles. Ik zal het jullie tonen. 10 of Pentacles. Tweemaal. Ik heb hem hier ook. Dus tweemaal naast elkaar. Met de lovers erbij. Met de magic card erbij. Ja, dat kan ik gewoon niet anders zeggen. Dat er liefde op het pad staat. Hè? Er staat liefde voor jullie klaar, sowieso. Is het een bestaande relatie? Is het in een nieuwe relatie? Maakt niet uit. Er is hier iets aanwezig in het midden van jullie lezing. Wordt gevraagd om die liefde te omarmen. Gelijk wat er gebeurt op liefdesvlak nu ook. Omarm de liefde die al aanwezig is in jouw leven. En de nieuwe liefde die eventueel op jouw pad kan komen. En dan kan het wel zijn dat jullie hier een keuze dienen te maken. Hè? In de liefde. Dat is zeer, zeer, zeer mogelijk. Het zijn lange termijn successen ook. Hè? De Ten of Pentacles, als die twee keer naar boven komt, dat zijn echt kaarten die aantonen dat jullie op lange termijn enorm veel succes zullen hebben. Eén met je partner en twee zeker op werkvlak. Sowieso, dat ligt hier. Het zijn Pentacles, money, werk. En dan zie ik ook die familie, die ondersteuning is hier belangrijk, hè. Dus jouw familie, jouw thuisbasis is echt wel belangrijk. Oké, okay, show me that page, Pentacles, please. Ja, volharden. Terug nummer 6. Twee keer nummer 6. Twee keer volharden. Volharden in wat dat jij op inspiratievlak mee bezig bent. Hey, geef niet op, want daar komt er een nieuwe baan open. Daar komt er een nieuw luik open voor jullie. Die jullie terug verder kunt belopen, zal ik maar zeggen. En we hebben altijd nieuwe paden, hè, door als wij het niet opgeven. Ik zeg altijd 99% van de mensen die iets nieuws starten, geven op.
Het is die paar procent eventueel die volhardt die ook succesvol zal zijn. Dat geldt hier ook voor jouw liefste tweeling. Oké, en dat two of wands, please. Clarify that two of wands. Heb ik een flipper? Nee, ik dacht dat er een kaart geflipt was. Oké, clarify that two of wands in advice card, please, for Gemini. Thank you. Oké, de hermit. Ja, kijk, de hermit valt eruit. De hermit vraagt eigenlijk aan jullie... Heb ik hem omgekeerd? Nee, juist. De hermit vraagt om... intern te gaan kijken bij beslissingen. Weet jij niet goed wat jouw beslissing dient te zijn op een bepaald vlak in jouw leven? Keer naar binnen. Doe aan introspectie. Neem de tijd voor jouzelf. Rust. Ik zei het al hier. Embrace yourself. Rust. Neem de stilte van de nacht. Er komen antwoorden. Die antwoorden zullen naar boven komen en de keuze zal veel duidelijker worden. Maar het komt van hier binnenuit. Ja, geef dan ook de tijd en de ruimte om die energieën om die naar boven te laten komen. Dat kan enkel maar in rust voor jullie. Introspectie is het woord van de dag. ik zal het hierbij afronden, liefste tweeling. Ik hoop dat enkele boodschappen voor jullie kunnen leren. Zo ja, dan mag je zeker op de like-button klikken. Je kan je ook altijd abonneren als je dit nog niet gedaan had. En je kan ook altijd op het belletje klikken. Dan word je telkens op de hoogte gebracht bij een wekelijkse video van mij. Helemaal gratis. Voor nu, ik wens jullie van harte te bedanken om tot het einde te kijken. Ik wens jullie ook een heel mooie week toe. En dan hopelijk zie ik jullie gewoon de volgende keer. Dag, liefste tweeling.